Ik ben naar Zuid-Amerika afgereisd om daar in de bossen van Brazilië en Suriname het verhaal achter FSC van dichtbij te bekijken. Ik vroeg me namelijk af hoe het kappen van bomen nou ooit ten goede kan komen aan het bos. Want dat is wat FSC mij vertelt, maar het klinkt heel tegenstrijdig. Wereldwijd verdwijnen er immers gigantisch veel bomen. Ik begon de trip in de FSC-concessies. Een FSC-concessie wordt opgedeeld in kapvakken. Per hectare worden er 3 tot 5 bomen gekapt. Hierbij wordt rekening gehouden met de soortensamenstelling, want de soortenrijkdom van het bos mag niet worden aangetast. Na de kap wordt er vervolgens 25 jaar niet meer gekapt in dit vak, om het bos te laten herstellen en kaalkap tegen te gaan. Bij het kappen probeert men heel nadrukkelijk zo min mogelijk schade aan te richten aan het omringende bos. Door smalle sleepwegen te gebruiken, kan het bos makkelijker herstellen. Zo is dit bijvoorbeeld een sleepweg van 2,5 jaar geleden. Elke boomstronk en gekapte boom krijgt een tag om de herkomst tot aan het schap in Nederland te kunnen herleiden. Vervolgens bezocht ik een paar zagerijen. Door het gebruik van unieke nummers wordt in een FSC-gecertificeerde zagerij bijgehouden welke stammen zijn gebruikt voor de productie van een partij hout. Zo ontstaat er een keten van kap tot schap. In vaktaal heet dit de chain of custody. Op die manier krijgt elke bundel zijn eigen paspoort, waardoor de herkomst van FSC-hout altijd is te herleiden. Het gaat bij FSC niet alleen om duurzame kap, maar ook om de betrokkenheid van de lokale bevolking. FSC vraagt daarom altijd om nauwe samenwerking met de bewoners. Daarin wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan opleiding, voedsel, veiligheid en huisvesting. Je ziet dit direct terug in de veiligheidskleding waarmee in het bos wordt gewerkt. Bovendien mogen de arbeiders ook rekenen op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Met behulp van de Chain of Custody is FSC-gecertificeerd hout altijd te onderscheiden van de rest. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om goed en fout hout te mengen. Let daarom altijd op het Chain of Custody nummer van FSC-gecertificeerd hout. Dit moet altijd duidelijk zijn vermeld op de leveringspapieren. Tijdens deze reis ben ik ervan overtuigd geraakt dat FSC-certificering zorgt voor een volhoudbaar systeem. Omdat er niet meer hout wordt geoogst dan er bijgroeit en ook omdat de lokale bevolking er een fatsoenlijke boterham mee verdient. Bovendien is hout een zeer klimaatvriendelijk materiaal, omdat het tijdens de groei geen CO2 uitstoot, maar juist opneemt. Dus werk met hout, FSC hardhout, voor een mooiere wereld.